En mevrouw Verbeet, na uw Kamervoorzitterschap heeft u een heel breed scala aan maatschappelijke functies op u genomen. Kunt u mij vertellen wat voor u de passie en de lol is van die functies en wat maakt het verschil maakt tussen een Kamervoorzitterschap of voorzitterschap van een vereniging bijvoorbeeld? Er zijn natuurlijk een aantal overeenkomsten. Je bent in beide gevallen toch verantwoordelijk voor de uitkomst van een vergadering. Dat het goed loopt, dat mensen hun ei kwijt kunnen, dat ze tot hun recht komen. Dat is hetzelfde. Maar de Kamervoorzitter heeft natuurlijk niet een rol, zeg maar, om ook te komen tot een soort van convergentie van opvattingen. Het gaat er wel om dat iedereen zijn zegje kan doen. En uiteindelijk moet je zorgen dat er ook een beslissing genomen wordt. Ik ben ervoor, ik ben er tegen. Maar als je voorzitter bent van een club, dan is de bedoeling dat die club het uiteindelijk ergens over eens wordt. En dan moet je ook als voorzitter zorgen dat je een beetje mediator bent. En beide rollen vind ik leuk. En beide rollen vervul ik ook nu. Ja. Oké. En heeft u, als u kijkt naar uw huidige voorzitterschappen, zit daar iets van een rode draad en zeg maar activiteiten die voor u persoonlijk belangrijk zijn om op te pakken? Nou, ik doe eigenlijk allemaal dingen die ik in het algemeen belang vind. En dat kan dus zijn voor de Nederlandse Patiënten-Consumenten-Federatie. Ik vind ook als je commissaris bij een groot bedrijf bent, waar heel veel mensen hun brood verdienen, dat vind ik ook algemeen belang. Ja. Dus ik probeer allemaal dingen te doen waarvan ik zelf het nut van inzie. Okay. Tot slot, heeft u, we hebben vanmorgen gecongresseerd over de rol van de voorzitter. Ja. Heeft u een ultieme tip voor de voorzitters die we in de toekomst gaan bereiken met deze activiteit? Nou, ik denk dat het vanmorgen ging ook de discussie erover, moet je nou professionaliseren? Ik denk voorzitter is ook wel gewoon een vak. Dus je moet aandacht besteden aan hoe je het doet, maar ook anderen vragen hoe ze willen dat je het doet. Zodat je met elkaar evalueert ook het voorzitterschap. Het functioneren van een bestuur of van een vereniging moet je ook... doen wij nou met elkaar de dingen goed? Doen we de goede dingen? Doen we ze goed? Helpen wij elkaar of zitten we elkaar een beetje dwars? De voorzitter kan er niet meer van maken dan de leden zelf bereid zijn om toe te staan. Ze kan het niet in haar eentje. Precies.